Welkom iedereen, weer een nieuwe aflevering van Pokémon Generation Survival Log. Vandaag gaat er sowieso iets gebeuren in Elite 4. Dude, het is de finale, man. Ik voel het gewoon. Nee, de finale van de game zelf, maar niet de finale van ook nog de challenge erbij. Dat duurt nog even. Oh, ja, oké, dat is wel jammer. We hebben eindelijk een fucking direct gehad. Jezus Christus, man. Oké, counter 1. Nog 3 te gaan. Volgende week counter 2. Ja. Want we hadden afgesproken, hè? Present stelt ook. Of hoe de fuck. Er komt sowieso een Pokémon presentatie. Of het zal heel scummy zijn, maar ik zie het ze ook nog doen. Het zal fucking scummy zijn. Shadow drop. Als het gewoon tradeless worden en apart, dan vertelt het dus niet. Dat is wel echt kut. Hij moet wel. Kijk, een paar showcase stel ik niet mee. En was? Zolang een partner showcase. Dat tellen we niet mee, maar zolang het direct in het woord zit. Nintendo Direct Partner Showcase heet. Nintendo Direct Partner Showcase heet het, hè? Dus dat telt hij wel. Direct moet in de titel staan. Nou, Partner Showcase is altijd direct geweest. Altijd in de titel. Geen idee, maar het zal best. Ik ben zo blij dat jullie maar op 4 hebben gezet. Jullie hadden hem op 6 of 8 moeten zetten. Laten we heel eerlijk zijn. Ja, niemand had die verdomde direct van afgelopen week verwacht. Nou, ik had wel wat verwacht. Want er was nog geen game van maart. Wat is de game van maart? Oh nee, wacht, er was Monster Hunter. Dus zal ook nog wel even wachten. Ja, dus dat had nog wel gekund, hè. Dus. De enige waar mensen op zaten te wachten was de Pokémon Anniversary Day. Dat is de enige. Nou ja, volgens een leaker hoef je niet te wachten tot zondag. Laten we het daarop daar gingen we op zich ook al van uit. Komen ze morgen al direct met het spul? Nol, man. Dat zou goud zijn. Maar ja, Harm, je had de direct info open. Ja, 2 seconden. Die had ik inderdaad open. Moet ik even naar een ander appje gaan. 2 seconden nog steeds. En toen kwam Speerpillen en toen ben ik hem verloren. Nou ja, er was best wel hype voor deze direct. Want op een gegeven moment keek meer dan 1 miljoen man keek naar de fucking direct. 1 fucking miljoen. Vind je het gek? Er zat een goede 500 dagen tussen deze en de vorige direct. Nou, maar de kids die keken niet, hoor. Hm? De kids die keken niet, die lagen gewoon op bed. Ja. Alright. Ja. Zal ik gewoon het lijstje afgaan? Ja, doe maar. Sommige dingen kunnen we heel snel zijn, dus. Pyra en Mirif in Mirfa, of hoe de fuck ze kind ook heet, in Smash. Ja, die is prima. Het enige jammer is, het is wel weer een Sword Fighter. Ik zou Pyra en Mirfa vind ik niet verkeerd om toe te voegen. Maar de vorige was Sephiroth, wat ook een anime sword fighter was. Ja. Ja. Had het hiermee afgesloten, vind ik. Dan was het beter geweest. Ik ben al lang blij dat het geen Fire Emblem is. Nee, klopt. Dat zou maar je kunt wel kort op zijn. Mensen zijn blij, mensen vinden het op zich prima. En sommige mensen zijn weer een anime sword fighter. Ja. Die dingen blijf je hebben. Ja. Maar ik vond het op zich wel decent. Want we hebben al. Ja, meer liefde voor Xenoblade, wat het ook wel verdient. En nu val ik dan weer voor de 10.000 miljardste keer in de reden. Maakt niet uit. Maar inderdaad, dat. Alleen ja. Ik wil gewoon heel graag Sora. Come on. Ik weet dat we dan wel weer zo'n guy hebben met een zwaard. Maar come on. Als één karakter het verdient, dan is het Sora. Ja, maar Sora is ook een beetje een bylef verhaal, hè? Het heeft niet alleen soort, kan ook magic doen andere dingen. Dus. Ja, dat dus. Oké. Even tussendoor snel, waar begint Cyrus mee? Houndoom. Met zijn Houndoom, niet met zijn... Oké, dan moet ik dus Torterra gewoon inzetten met Earthquake. Kan niet anders. Nou, er is geen andere keuze, helaas. let's go, Eren. Oké, next. Even 2 seconden, even goed lopen, want ik ben in Distortion World, dus als even opletten met lopen. Ja. Fuck, ik ben verkeerd gelopen. Kut. Als je zo lang niet in Distortion World bent geweest, dan voelt dat is echt even zoeken, hoor. I know. Ik had zelfs het probleem toen ik mee bezig was. Alright. Fuck, het gaat voor dubbel team. Fall Guys on Switch. Ik snap hem. Is alleen Pinterlite. Te laat. Ja. Als dit bewijs van spreken vorig jaar september was geweest, oké, maar dat kon niet. Dat kon niet, want waarschijnlijk had dinges een exclusive deal, omdat Microsoft die heeft nu ook die krijgt ook Fall Guys op de Xbox. Ja, daarna werd dat geannounced inderdaad.
Nee, precies. Dus dat kan waarschijnlijk zijn geweest dat het gewoon exclusive deal was geweest. Op zich prima. Maar ja, het is een beetje laat. Misschien probeer ze nog de hype weer terug te krijgen erin. I don't know. Het zou op zich best wel kunnen hoor. Maar ik denk het zelf niet. Nee. Oké. Okay. Ik heb het nooit gespeeld, dus ik heb geen idee. Nou, de cheaters hebben voor de PC een gigantisch verpest. Ja, maar ja, dat is bij elk spel. Ja, maar deze is gewoon heel... Ja, klopt, maar bij deze was wel heel erg om naar een bepaald punt. Even kijken wat Mesper doet, hoor. Ja. Yep. Die gaat een Outer Worlds. Ja. Op zich een prima game. Heeft ook aardig wat prijzen gewonnen, dus het is een goede ding. Dat is die game dat je gewoon, na een bepaalde periode word je gewoon weer gereset. Dan begin je weer vanaf nul. Ja, iets dat 22 minuten heb je om iets om, ja. om de... Maar is het ook echt 22 minuten? Om en nabij. Of... Ja, dus dan word je weer gereset en je leert gewoon telkens meer van de wereld. Ja, natuurlijk. Defend nou. Order. Verder komt de Techgift Club. Dat vind ik heel... Kijk, ik ga het niet halen. Maar ik vind het heel gaaf dat ze die oude ding dan weer terughalen. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, dus... Nou, de meeste niet. En dat maakt het ook gaaf. Ik ken het ook niet. Oh, fuck. Oeh, wow, lag. Volgende. Nee, waarom heel order? Dit kost me gewoon tijd. Holy smokes. Nando, even serieus. Ben je nog steeds bezig met Aaron? Ja, die gast die heeft een Vespiqui met heal order. En full restores. Hè? Fuck, kut Vespiqui. Samurai Warriors 5. Ja, Dynasty Warriors knock-off. Ja, maar die hebben we al te vaak gehad nu hoor. Ja, maar dat... ze hebben de engine, ze kunnen het gewoon uitmelken tot hoeveel ze willen, dus ja. We krijgen gewoon twee Warriors games op de Switch dit jaar. Ja. Plus nog eens DLC. Drie. Oh, laat maar, dat komt later pas. je hebt Strikers, je hebt Age of Calamity en nu heb je deze. Bro, ik ga alleen maar Strikers en Age of Calamity spelen dit jaar. Ja. Ja, Monster Hunter, maar dat wisten we al. Ja. Een beetje Mario generic. Golf Rush. I like it a lot. Het idee is heel gaaf. Het idee is echt heel gaaf. Want alleen maar het feit dat jij kan rennen, terwijl je best met wil golven, dat is gewoon... Ja, maar dat is maar één mode, hè? I know. Vooralsnog. En de Mii's zijn terug. Dus hey, gaaf iets. En het is weer Mario Sports Game, wat geen collectie is. Ja, ik ben niet van ik Mario. Ik had liever Strikers voetbal gehad, maar ja, golf natuurlijk, goed. Ik ook. Een vervolg voor Strikers, damn. Nou ja, eigenlijk de derde game van Strikers zou dat zijn geweest. Ah, ik vind het echt super dik. Ja. En die andere twee zijn toch praktisch gezien hetzelfde? Ja, klopt. Ja. Er is weinig verschil tussen Smash Football en Strikers. Ik vind het gewoon nice. Ik wil een sportsgame lang geleden. Volgens mij was de laatste op de Wii, dacht ik. Ja, zoiets. Wat geen collectie was. Ja, precies. Mm-hmm. Nou, dat vind ik wel goud, hoor. Nee, precies. Nou, volgende. Tales of Borderlands. Nee, Telltales. Ja. Die is toch al uit op andere consoles. Ja, al lang al. Ja, maar te laat. Borderlands was 2K, hè? Ja. Ja, heel veel van de 2K games komen nu op. Dus ja, ze proberen nu even op de hype mee te gaan. Welke hype? Meer de hype dat heel veel van die games nu opkomen. Dus probeer het even op die manier nog. Mm. Mooi. Capcom Arcade Stadium. Geinig idee. En maar laat het ook echt mee op. Ja. Nou, er zit niet echt wat interessants tussen. Voor mij in ieder geval. Nee, maar dat zijn zulke collecties, hè. Je kijkt ernaar, zit er wat voor mij tussen? Nee, maar oké, volgende. Maar dan moet de arcade ook wat voor jou zijn. Precies. Stubs of Zombie. Die soort stukje mensen moet infecteren met zelf zombie zijn. Ja. Weet je wat het ergste is aan die game? Het runt op de Halo engine. Serieus? Ja. Lol. Het runt op dezelfde fucking engine als Halo. Nou, als dat, dan kan Halo ook naar de Switch gepoord worden. Ja, de Switch wordt echt gewoon een gigantische poortmachine. Op zich niet erg. Nee, totaal niet.
No More Heroes 3. We wisten wel iets meer. Het zag er niet uit. Sorry. Ja, maar dat is eenmaal de stijl die ze nu gaan hanteren daarvoor. Ja, het is toch gewoon een parodie op allemaal verschillende games, toch? Ja. Yep. Dat en nou, daarom is ze overdreven in heel veel dingen. Dus ja. Tja. Oké, ik ga nu tegen Cyrus trouwens. Succes. Ja, waar ben jij trouwens, Jordi? Victory Road. Waar in Victory Road? Ik heb net het stuk van de waterval gehad. Oh, oké, goed. Ik ga nu naar Flint. Ik wil net zeggen, als je nu gaat zeggen dat mijn man nog met Berfa, dan zou ik zeggen van... Weet je wat, wacht maar, dan haal ik even nog in. Zo, dan nee, kom ik goed weg, zeg. Hij deed Will-O-Wisp en het miste. Oh. Nice. Ik had verwacht echt dat hij een flamethrower of zo. Damn, son. Weavile. Ah, kut. Ja, Swallet is mijn enige kans. Ja, het enige wat ik kan doen is critten. En volgens mij heeft hij fake-out ook. Mm-hmm. Even kijken hoor. Neon White. Geen idee wat die game echt moet gaan inhouden. Nou, dat ik kon heb je bij de helft de ben ik al vergeten. Dat is die soort van Mirror's Edge game. Oh ja, ja, ja. Waarin met zij... Is dat met die kaarten? Ja, klopt, met die kaarten. En ze denken moesten killen. Ik snap het idee. Daar het ook echt is alleen een beetje onduidelijk. Nee, niet voor mij. Oh, nee. Ja, voor mij ook niet hoor. Daar niet van. Ik moet heel even 2 seconden focussen. Ja, maar prima. Maar tot nu toe zit er best wel een patroon in. Heel veel third party in een Nintendo Direct. Ja, dat zou ik ook zouden beter een partner showcase kunnen doen dan een... Ja, of zouden we direct gewoon voor moeten verkorten. En letterlijk alleen maar Smash. Monster Hunter. Nou, hetgene wat volgens mij zometeen nog aan de nog bijkomt. En Splatoon 3. Ha, spoiler. Nee. Ja, ik vind eentje belangrijker als spoiler dan Splatoon 3. Maar van Splatoon 3 weten we nog heel veel. Waarschijnlijk wanneer dit geüpload wordt, is het al lang geweest. Sowieso. Zal sowieso een paar maanden zijn. DC Superhero Girls Team Power. Wat doet dat in het direct? Dat is gewoon shovelware, rot op. Echt, fuck off, man. Dat is gewoon shovelware. Goed gemaakte shovelware, maar alsnog shovelware. En nu gaat Harm zeggen, ik vond het best wel decent. Ik heb de halve direct niet meegekregen met sommige dingen. Ik was, ik was fucking moe en ik... Ja, 11 uur, hè? Het was 11. Ik vind het echt een kut tijd. Is dat ook. Was het maar ook. Ja, houd maar rekening mee. Vaak kreeg een Amerikaan ook pas direct op rooktijd. Ik kwam vast voor ons ergens midden op de dag. Ja, ik vind 4 uur vind ik ook kut. Waarom kan het niet gewoon rond 1 uur of 8 s'avonds, weet je? Omdat het kut tijd is voor Japan. Yep. Japan first, Amerika second, Europe last. Oh ja, wij hebben ook iets gemist in onze internationale direct. Chin-chan! Chin-chan! Je wist het precies waar ik het over had. Ik las zag het toevallig iemand gezien die het op Twitter... een van mijn sources op Twitter die... Waarom krijgen wij die game niet? Huh? Waarom krijgen wij die game niet? Ik had gelezen dat een guy die eraan werkt had getweet... dat hij gaat kijken of hij het kan brengen naar de internationale versie. Goed bezig. Het zou wel goud zijn, want ja, iedereen kent Chin-chan, ook in Europa hoor. Ja, ja, precies. Als ik mijn broek naar beneden kan trekken in een game, is het een Insta-boy. Ja. Maar ja, we gaan weer terug naar de lijst. Of was je even aan het focussen nog op Cyrus? Nee, ik kan wel. Kom maar goed. Plants vs. Zombie Battle for Neighborhood, weet ik veel hoe de fuck dat heet. Plants vs. Zombies is al een paar jaar niet echt meer relevant, maar oké. Battle Royale game, ja. Ach. Ik ben er sowieso niet van Plants vs. Zombies. Ik ben alleen eigenlijk voor echt puur Nintendo games. Maar zelfs daar trek ik nog lijnen van wat ik wel en niet leuk vind. Ja, precies. De poort waar Grezzo aan werkt, weet ik sinds gisteren. Miitopia. Zal ik nog wat leukers vertellen? In Rusland is de game op 18+ gezet. Omdat, jongens, waar zijn we mee bezig? Wat vond er nou? Was het nou... volgens mij kun je transgender in de game spelen. En daarom is het 18+ geworden. Dacht ik, hoor. Okay. Of weet ik niet zeker. Maar volgens mij was dat de reden. What the fuck, man. Oké, dus Splatoon 3 wordt ook geband in Rusland. Nou, omdat er geen genders meer zijn. Er was iets mee waarom die geband was.
In ieder geval, ja, daar kom, ik piste bijna de broek van het lachen. Ik vind het raar waarom Miitopia er weer is. Want het hele Miit ding is toch dood. Dus waarom proberen ze weer leven in te blazen? Ja, goede vraag. Maar dat is dus een van de projecten Swallet waar ik dood door een critical hit. Godverdomme. Critical hit, dood? Full health psychic. Fucking hell. Sad. Wie is dood? Swallet. Oei. Clutch crit. Oh, lekker man. Lekker skuntank. fuck. Wat? Nee, ik zit te denken Espeon. Ah, ik kan gewoon met skuntank inblijven. Maar dus Gresso, voor Gresso is dat een van de projecten waar ze aan werken. Dus geen twee op Zelda games. Is, nee, Gresso is het enige project op dit moment is... is dus Miitopia. Oh, dat is echt heel erg dat is een 3DS-poort alleen, hè? Pff, jezus, man. Ah, Gyarados. Kut. Is echt heel zuur, dit. Ik had echt gehoopt op nog wat Zelda-games. Nou ja, er wordt gezegd dat we Twilight Princess en Wind Waker ook gaan krijgen dit jaar, maar... Ja, dat die überhaupt niet er nu in zaten, vond ik al bijzonder. Dat is toch raar ook? Ja, ik weet... Ja, weet je of we Skyward hebben? Nee. Nou, we zijn er nog niet, hè? Oké. Okay. Fuck. Nog niet, hè? Inwachten. Oké, okay, ik ben nu bij Cynthia. Ik moet weer een Pokémon zo gaan opofferen. Fuck my life. Hoeveel PP heb IJsveen, jongens? 15, ja. Nou, dan ga ik 15 keer High Potion spammen met iedereen in mijn gereed. Jordi, waar ben jij? Ik ben in het Pokémon Center van de League. Oh, nog niet met Barry? Nee, ik denk van weet je wat, ik doe het ook nog even rustig aan. Want ten eerste, ik hoef me nog niet per se te haasten. Als jij zegt ik ben klaar met Cynthia, dan doe ik de League de volgende stuk wel. Want anders krijgen we zo'n lange part. Ah, oké. Okay. Ik heb slim AI, help. AI is te slim. Ja. Hij doet eerst waterval, vervolgens ijsvang te doen. Sad. Trouwens, ik had even gekeken. Mijn Garchomp is min defense plus special defense, dus niet neutral. Ja, dus? Nou ja, ik zei neutral, maar het is dus niet zo. Qua natures. Oké. Godsamme. Hou ze op met de fucking Barry fight. Zo. Oké, nu healen. Tyfus veel full restores. Die heb ik zo meteen mag nodig. Mag ik de Unknowns gebruiken om cheap te zijn, jongens? Leg eens uit wat je bedoelt met cheap. Nou, gaat ook naar Unknowns switch om te healen. Is het zo erg? Nou, dat niet per se, maar... anders moet ik... Ja, ik kan ook hyper potions blijven spammen, maar ja... Ja... Dat helpt ook niet. Nou ja, het helpt wel, maar ja, dan duurt het al langer. Ik wist niet dat die Gyarados Ice Fang zou hebben, namelijk. Dat ding heeft ook Earthquake. Ja, maar dat boeit me niet. Dat is neutral. Nou ja, dan je moet dan beide unknowns gaan opofferen. Ja, maar eentje kan echt niet gebruiken als HM-slaaf. Ja, doe maar. Oh, hij mist. Zo, knap. Sheetbomb. Zo, net zie je nu een critical hit, ben ik met de terra kwijt. Ik heb mezelf niet gejinxed. Oh, bijna. Ja. Dat is altijd zo en dan weet je ook nog eens goed. Lekker zo, Mada. Oké, ik ga zo naar team sweepen. Emerald Crossing, daar gaan we overstaan. Triangle Strategy. Oh, dat die 2D HD ding geval. Denk ik. Ja, ook niet mijn ding, want dat is... noemen we dat ook weer? Zo'n strategy game, toch? Alle Octopath. Ja. Dat is wel dezelfde makers. Ja, en... Ik vind het leuk dat het een soort van... Ja, nee, maar het is niet helemaal zoals Octopath. Want Octopath was meer RPG en dit is tactical RPG. Ja, Jordi, jij vindt het denk ik geweldig. Het ziet er à la Event Wars uit. Het ziet er ook heel gaaf uit. Ik hoop wel dat de game voor de voice act wordt zoals het in die trailer was, denk ik. Ja, laat ik eerst even zien wat het eigenlijk allemaal inhoudt. Nou, heb je de demo nog niet gespeeld dan? Nope. Had ik wel verwacht van jou. Oké. Eerst mijn vraag aan jou. Wanneer had ik de demo even moeten spelen? Ik denk niet dat hij tijd had deze week. Nee. Ga je de demo spelen? Betere vraag. Ja, vast. Oké, en nu is het gewoon easy win. Nu is het gewoon alles one-hitten. Ik denk dat ik klaar ben. Ik ben safe.
Oké, zeg maar voordat ik de credits heb gehad. En dan doen we een hele kleine... Ja, dan is het gewoon een hele kleine break om even... dan de volgende part zo meteen op te starten. Nou, ik hoef niks te doen. Ik hoef niet naar het toilet. Ik heb nog drinken. Ik zit nog wel goed. Nou, oké. Komt-ie. Nee, maar als ik nu de liter 4 ga doen... dan tuurt er zo weer 20 tot een half uur op. En dan vind ik ook weer zo onnodig. Ja, of je moet wachten bij één Elite 4 member ergens. Nee, precies. Dus, nee. Je kan met je pokeballen gaan jongleren. Hoeveel pp heb je waterval? Veel. Goeie vraag. 24? Ik zou het niet weten. Ik denk sowieso meer dan 15. Nee, dat sowieso. Nou, en dat was, als het goed is, de laatste mon. Ik ben nog steeds met Cyrus bezig. Ik ben alleen maar Hyper Potions spammen tot hij een keer een move mist. Dan doe ik aanvallen. Jezus, hou echt. Ja, wat moet ik dan doen? Of ik moet iets opofferen, daar heb ik nou even geen zin in. Er is een swallow, het is al dood, wat al kut is. Wat heb, wat, een betere fase, heb je nog iets om op te offeren? Ja, mijn unknowns. Ja, je unknowns. Ik bedoel, mijn Dodrio heb nog maar 12 AP of zo. Offer dan die unknowns op. Hé, hey, ik krijg gewoon toestemming ervoor. Nice. Ja. In principe had je ook Cyrus niet hoeven te doen, maar oké. Okay. Ja, moet ik dan wel doen? Ja, weet ik veel. Uit je neus vreten in een safari zone, I don't know. Next one. Ik vind het ook zo mooi. Gen 3, we dropen de ham ergens onder water. Ja. Gen 4, we laten de ham gewoon achter in de Distortion World. Ja, maar dat hoor ik ook, dus dat scheelt. Ik zeg het zelf, hè? Klopt. Star Wars Hunters. Dat is geen game. Dat is gewoon een trailer. Dat is geen game. Nee, okay, ja, maar dat wordt dus weer een Battle Royale. Vooralsnog, ik heb niks aan gameplay gezien. Of wat het ook gaat inhouden. I don't care. Tja. Knockout City? Leuk idee. Een beetje onduidelijk van waarom je opeens nieuwe characters introduceert. Was dat niet die trefbal game? Ja, dat is die trefbal game, ja. Er was toch ook EA? Ja. Ze hadden ook borden vol met EA games. Fuck EA, man. Fuck EA. Ja, EA denkt niet fuck jou. Want dat, nee. Maar de enige game waar ik geïnteresseerd ben met de EA is... Toevallig komt er morgen een gameplay trailer vanuit. Is van degene die ook A Way Out heb gemaakt. Dat is de enige game van EA waar ik gewoon geïnteresseerd in ben. Omdat ik A Way Out ook gewoon een goede game vond. Mm-hmm. Dat gun ik je nog wel, ja. En je had ook die, hoe heet die game? Die met die, dat touwtje toch? Hoe heet het ook weer? Met die Yarn... Unraveled. Yarn Boy, Unraveled, ja. Die is volgens mij ook wel goed van EA, toch? Ja, die is ook goed, ja. Wacht even, was jou in de credits? Zo, uitsluitse uit, thanks. Oké, Gerard is dood, ik hoef er nog maar één. Ik zit nu bij 7. Ik heb 30, ik herhaal 30, potions gebruikt. Super hype potions. Wow. Damn, boy. Ja, ik zit nu in de credits. Nu letterlijk staat Pokémon Platinum credits. Jammer dat je me niet kan zien fietsen. World's End Club. Ik wacht wel even. World's End Club. Dat was echt... Holy shit, dat was echt een curveball, man. Ik heb nog nooit zo'n fiets gezien. Het was eerst, dacht ik, oh, dit wordt een Danganronpa game. Dat je dan een moordenaar moet vinden. Blijkt dus dat het niet zo te zijn. What the fuck? Hoezo spoil dat je dat dan? Had dan gewoon gezegd, ja, het is een Danganronpa-achtige game... waar je een moordmystery moet vinden. Klaar. Ja, nee, en spoil maar weer de hele game. Ik weet nu al... Ja, je weet nu al gewoon eigenlijk de twist. Dat slaat toch nergens op, man? Nee, het slaat ook nergens op. Hades, physical version. Ja, leuk. Ik ga er nu even wat cellen doorheen, hoor. Ja, Nia Gaiden. Ninja mooi, Gaiden. Dat daar een master collection van is. Maar oké. Hyrule Warriors... Season Pass. Expanded roster, expanded items, new skills, bladibadibla. Volgende. Ho. Ik ben de Hyrule Warriors gamer hierin, hè? Nee, klopt. Maar meer info hebben we niet. Ik was niet echt hype toen ik dit zag, hè? Het was ook maar echt 2 seconden niet te zien wat erin zat. Nee, klopt. Bij die vorige lieten ze echt goede trailers nog zien van wat je kan verwachten
qua characters en zo. Dit was echt heel lame. En ik denk dat Age of Calamity ook gewoon geen DLC nodig heeft. Op zichzelf is het al gewoon prima. In die oude had je nog adventure maps. Dan was het leuk om dan nog extra expansions te krijgen. Ja, dit vond ik echt nergens op staan. Maar goed, ga door. Bravely Default 2 hadden we al gehad. Ja. Ghouls and Goblins Restriction. Geinig. Nee. Saga Frontier Remaster. Waarom? Wat is dat ook alweer? Ik heb geen idee. Daar krijg je geen antwoord op, Nando. Gewoon nee. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan zal wel trash zijn geweest. Ja. Apex. Ja. Ja, te laat. Toen kwam Anuma in beeld. Ja. Wat iedereen al verwacht had. Geen nieuws. Geen nieuws van Breath of the Wild. Ik verwacht dit jaar gewoon ook geen informatie. Hij zegt wel planned for later this year. No way in hell dat zij dit jaar dat spel uit gaan brengen. Nee, dat wordt echt pas. Als ze in januari of februari geen beelden kunnen tonen. Ik ben mijn Erydos kwijt. Door een critical hit. Geniaal. Ja. Kak. Maar dan krijgen we dan niet. Maar dan wel. Ik ga widen, jongens. Ik ga widen, 100%. Dodo ook kwijt. Ik heb alleen nog Torterra. Oh, tegen een Crobat. Nou, hij is Grass Count. Ja, hij heeft Airslash, hè? I know. Dat is special move. Ja. Yeah. Dus ik denk, ja. Nou ja, Harm, je kan dan wel een nieuwe team gaan. Ik ben gepoisoned. Are you fucking for real? Crunch of Body Slam Crunch? Crunch. Daar heb je misschien Defense Drop. Airslash, critical hit. Torterra dood door een critical hit. Ik ben gewoon white. Lekker! Nee. Fucking hell, man. Nou, Jordi, je mag zo meteen meer mons gaan draften. Of naar draften. Nee, het punt is, Harm heeft nog dingen in zijn box. Ja, nou, dat is het vervelende. Harm, laat gewoon die level 5 mons even doodgaan. Kies gewoon de slechtste uit. Is het het waard? Nee. Niet? Wat heb ik nu nog? Laat ik even kijken wat ik nog heb. Laat ik het even zo zeggen. Als jij gaat wipen nu. In de tijd, dan moet ik een nieuw team voor je gaan maken voor Gen 4. Ja. Nee, want hij hoeft letterlijk niks meer te doen. In principe. Nee, ik kan hem gewoon stil blijven staan. Dat is ook alweer zo. Ik hoef niks meer te doen. Je kan net zo goed stil blijven staan en de monster meenemen naar de volgende gen. Want als ik jou weer nieuwe dingen ga maken. Nou ja, dan is jouw hele save file voor Gen 4 gewoon drie keer niks. En dan moet ik opnieuw dingen gaan randomizen voor Gen 4. Plus dan nog de dingen van Gen 5. Ja, maar hoor wat ik nog heb. Meowf. Swinub. Slakma. Ja. Ponyta. Finian. Natu. Turtwig. Corphish. Spinda. Spinda. Chimchar. Cleffa. Igbipuff. Drifloon. Houndour. Snover. Shroomish. Lilip. En een Wingull. Ja, en de enige goede is dan Snover, want die wordt een Balmesnow. Ja, maar Piloswine, die heb je nog. Piloswine is ook wat decent, ja. Piloswine heb je nog. Credilli, ik heb nog een Grottel. Je hebt nog een Grottel en je hebt nog een Balmesnow. En een Drift Blimp volgens mij, dacht ik. Of nee, Drifloon. Nee, Drifloon is het. Ik zou zeggen, blijf gewoon stilstaan. Jongens, schiet eens op. Was jou door de credits heen, Nando? Ja, ik sta al buiten eigenlijk. Oké. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laat eens.